kijk dan! Happy birthday, lelijkert! Jij moet zingen! Zeker? Die is gewoon veel populairder. Jij bent echt sterk voor de camera. Ik nee, heel erg. Jij ligt gewoon bij hem, toch? Ja, wel is gewoon normaal. Ja, ik lig alleen bij Fik nu. Oh ja, jij ligt natuurlijk normaal met... Ja, ik lig met Jacques en Fik ligt met Steve. Die zijn er niet, dus zijn wij samen. Ah. Wel even wat anders. Is even wat anders, ja. Je moet goed komen, toch? Hallo. Ik denk gewoon... Ben ik 12 A of 12 B? Hey, vriendin! Neem ze alle twee gewoon. Hoe is het? Goed, en met jou? Goed. Hey! Hoi, hey, Naatje! Hey. Leuk dat je er ook bent. Hey. Oké, okay, maar dat vind ik vervelend. Hi, meid. Fijn je weer te zien. Nee, het valt niet mee. Maar je kan het wel hebben, ja. Maar ik sta wel met... Ja, je heel goed. Wel heel tuttig, zo. Heel tuttig. Ja, kijk, de tactiek begint natuurlijk al waar begin je. Want de rij begint natuurlijk daar. Maar als je daar begint, dan kom je nooit aan het einde. Want dat duurt te lang. Dus of je bent een beetje slim, daar zitten er een aantal meiden die willen er een beetje snel doorheen, denk ik. Dat is dus, dan begin je daar. Maar er zijn ook een aantal die hebben er gewoon echt, ja, die gaan gewoon de hele rij af. En nou ja, dat ga ik ook doen, denk ik. Super, dankjewel. Top. Mag ik een handtekening en een foto? Jeetje, Mina zeg. Poeh. Nou, vooruit. Ja. Ja. Top. Dankjewel. Zit je haar leuk? Nou, bedankt. Kijk, met jou kan ik praten. Hoe is het? Goed. Ja? Zitten jullie ook op voetbal? Ja. Ja? Wij twee wel, ja. En jij niet? Nee. Maar gaat wel nog op voetbal? Misschien wel, ja, is wel leuk. Ja. Zijn jullie vriendinnen? Tweeling. Ja, ik dacht het al, ja. Dat is ons zusje. En jij bent zusje? Ja. Ik ben ook tweeling. Ja, echt. En net als jullie, en ik heb ook een oudere zus. Wij waren gisteren. Ben jij ouder of jonger? Jonger, oké. Okay. En jullie waren jarig? Ja, gisteren. Oké, okay, mag ik raden hoe oud jullie zijn geworden? Het is wel moeilijk hoor, want... Zullen we een hint geven? 11, denk ik. Ja! Yes! Wat goed! Het is gewoon veel populairder. Mag ik een foto? Doe niet eens handtekeningen. Ja. En maar populair zijn. Ja, shinen. Ja, zeker. Waar is de camera? Oh, daar. Oké, we gaan weer door met voetballen met ons eigen team. Nou, we willen natuurlijk een vervolg geven op de start van de EK. Zijn we hartstikke goed gestart. Dus we hadden het over die baltempo. De flanken bezetten, spelverplaatsing, diepgang. Die dynamiek er natuurlijk in, dus de afstemming. En de bezetting voor het doel. Dat is ook iets wat we weer mee moeten nemen naar vrijdag. Met deze dingen. Dus alles weer een niveautje hoger dan de vorige stage. Tegen, ik denk, iets betere tegenstanders. Ja. 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 Morgen. Happy birthday, lelijkert. Ja. Ja. Gaat goed. Ja, zeker. Ja, mooi. Ja, zeker. Die regenjas kan wel uit, hoor. Nou, nee. Ah, hou op mij. Ja. 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 Beste keeper! Come on! Open! En positie, zo. Yeah. Ja hoor, nu ga je ineens uitsloven. Kijk dan! Terugleggen! Ja, je kan het. Maar dit is echt zo dichtbij.
gewoon. Godverdomme! Jij bent echt sterk voor de camera. Ik nee, heel erg. Danny, ik heb jou gezien. Oh ja? Van het WK. Ja. Heb je al tips voor me? We lopen lekker naar. Wees lekker jezelf. Oh, dank je. Lekker zelf zijn. Kijk maar lekker naar zijn. Kijk maar lekker naar Pony, dus lekker zijn. Hallo. Hallo. Happy. High five. High five. Ja. Yay. Ja, ja, we zijn hier in het winkelcentrum met Loes. Heel inspirerend winkelcentrum, dus we zijn maar aan de koffie gegaan. Ja. Maar Merel, ik heb wel vaak gevlogd. Ik heb wel eens gevlogd, ja. Het is mijn vlogdebuut. Ik ben best wel een beetje zenuwachtig. Ik zie je daar, ja. Die camera haalt aan en de sfeer slaat om. Het slaat om. Ik word helemaal ongemakkelijk. Maar heb je wat tips? Nou, je doet het hartstikke goed. Ja, dankjewel. Ja, nee, ik heb ook helemaal geen tips. Je moet gewoon een beetje jezelf zijn. Ja, dat zei Danico ook al. En dan gewoon je koffie drinken. Ja, we gaan even koffie drinken, wacht voor. En? Laten we gaan proosten. Ja, proost. Kwalificatiewedstrijd voor de vrouwen. Nou, daar komt een enorme kans. En de redding is daar natuurlijk, maar niet voldoende. Slovenië komt op voorsprong. Berenstein en daar is Minima. En dat is die kans en dat is de goal. Merel van Dorn. Bij de paal. Berenstein. Alle tijd. Oh, goal. Heel snel. Korosec alleen op Van Veenendaal af. Niemand had erbij. Korosec scoort. Het gebeurt twee keer. Spitsen trapt. Die is scherp, heel scherp en gaat erin. Daar is 3-2. Spitsen. Oh, oh, oh. Zo. Wereldgoal zeg van Sherida Spitsen. Nou, en dus zit het erop in Murska Sobota. Sari, ben je het met me eens dat het een hele matige wedstrijd van Oranje was? Zeker. Waar lag het aan? Ja, tegen Estland ging het vrij aardig. Maar ja, dit kunnen we blijven herhalen. De bal moet snel rondgaan. We moeten zorgvuldig zijn. We moeten de kansen afmaken. We moeten zorgen dat we niet in de counter geklopt worden. Dus ja, dat is het verhaal van deze kwalificatiepool. En nou ja, het is aan ons om dinsdag te laten zien hoe goed we ook kunnen zijn. Linette, wat haal je hieruit? Ja, gewoon zoals Sari ook zei, dat heb ik zelf ook in een interview gezegd, dat het gewoon niet goed was. En dat we ook gewoon veel beter kunnen en dat we ook veel beter hebben laten zien. En dat we dat dinsdag ook gewoon weer gaan laten zien. Mm-hmm. En ja, dat we dat inderdaad weer moeten analyseren met z'n allen. En dan ook gewoon weer vooruit moeten kijken. Oké, okay. Nou dat heeft uiteindelijk ook hiermee te maken. We zijn een team en de samenhang van het team was af en toe minder dan we gewend zijn. Dus dat benoemt Sari ook. Van ja, dat we niet geklopt worden in de counter. Dus op momenten dat we de bal verloren, stonden we niet goed. Maar als we dat weer voor elkaar hebben, dan gaan we ineens 50% beter voetballen. Daar zijn wij van overtuigd. Hoi, hier zit. Goed, met jou? Ja, dat gaat goed. Mooi zo. Even over rondje. Hoi. Hoor je mij? Ja, ik. Oké. Okay. Ja? Ja, ik kan. Oké. Okay. Lieve fans, Danielle van der Donk kan haar 100ste Interland gaan spelen. We kunnen dat natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. Dus we willen in de 10e minuut haar liedje spelen. En dat gaat als volgt.
in de 10e minuut dit liedje met z'n allen. Hey! Top, thanks. Ja. De voor haar helemaal bijzonder vandaag, Danielle van der Donk, speelt haar 100ste Interland. En die valt voor Danielle van der Donk. Nou, ja! Toeval bestaat niet. Een bijna thuiswedstrijd voor Danielle van der Donk. De 100ste. En zij over te scoren. Wordt in de 16, ja, dat is een penalty. Sherida Spitsen voor 2-0. Nee, oh nee. Bal is binnengebleven van der Most en de voorzet richting Miedema. Oh, wat een mooie goal. En tranen bij Vivianne Miedema, die zaterdag haar opa verloor. Voor 2-0 tegen Rusland. De volle buit blijft binnenboord voor de ploeg van Sarina Wiegman.